Wat zeker ook handig kan zijn, is dat je een les kan opnemen. Wanneer ik een les wens op te nemen, klik ik op Meer Acties en vervolgens op Opname Starten. Alles wat ik nu in het Teams-venster zie, zal nu opgenomen worden. En dus zowel ik die aan het spreken ben, de leerling, presentatie dat ik aan het delen ben, eh, noem maar op. Ik krijg daar ook melding van dat er opgenomen wordt. Bovenaan zie ik ook een Rood bolletje staan, wat mooi aangeeft dat ik op dit moment aan het opnemen ben. Nadat het stukje dat ik wens op te nemen opgenomen is, kan ik er opnieuw voor kiezen om de opname te stoppen. Het kan vaak aangewezen zijn om een heel specifiek stukje te gaan opnemen, bijvoorbeeld een bepaald concept dat je uitlegt, en daar een heel bewuste keuze in te maken in plaats van bijvoorbeeld de volledige les te gaan opnemen. En ik klik op opname stoppen. Je ziet ook wat er gebeurt. De opname is gestopt. U vindt de koppeling naar de opname in de chatgeschiedenis van de vergadering. Automatisch zal de opname opgeslagen worden. Dit duurt eventjes, een beetje afhankelijk van hoe lang die opname zal duren. Maar na een poos zal de vergadering, en je ziet hier de vergadering is aan het verwerken, zal die van hieraf bereikbaar zijn en zal je die kunnen gaan openen of gaan bekijken. Eens je de link aanklikt, wordt deze geopend in jouw OneDrive. Als ik hier op het kruisje klik, ik heb het hier eventjes naast gezet, dan zal je zien dat de opname gesloten wordt. En je zal merken dat alle opnames opgeslagen worden in mijn bestanden opnamen. Dus alle opnames die je in Teams maakt, zullen bij je opnames terechtkomen. Uh, via deze weg of rechtstreeks vanuit de clip zelf, dus na het aanklikken van de link in de vergaderchat, kan je die link ook verder gaan delen. Standaard is het zo dat iedereen die uitgenodigd was voor de sessie en iedereen die aanwezig was voor de sessie, dat die ook automatisch rechten hebben om die link te gaan bekijken. Het kan echter zijn dat je je clip verder wil delen, dus dat je die bijvoorbeeld in de toekomst ook als een kennisclip wil gaan gebruiken, wel via delen ga je nog extra deelopties gaan toevoegen. Op dit moment alleen de personen die u opgeeft. Ik klik die link even aan en ik kan ook nog een nieuwe delenlink genereren. Ik kan bijvoorbeeld zeggen, iedereen met de koppeling bewerkrechten ga ik niet geven. En je ziet, standaard wordt er ook geblokkeerd dat de clip gedownload wordt. Soms is het wel wenselijk dat men dat wel kan downloaden. Dus je kan dat ook perfect uitzetten. Dus door hier iedereen met de koppeling en dan op toepassen te klikken, kan je namen gaan ingeven, maar sneller, makkelijker, kan je hier de koppeling meteen gaan kopiëren. Dus dit is nu een koppeling waarmee iedereen met wie je de clip, de lesopname wil delen, je deze kan delen, dus zonder dat die persoon ook moet gaan aanmelden. Kan soms handig zijn, zeker als je dat wil delen via een of ander platform. Als ik dat bijvoorbeeld even ga testen via een incognito venster, een venster waarin ik niet ben aangemeld, dan zal je merken dat de clip meteen wordt weergegeven. Ik heb niet moeten aanmelden. En je zal ook een downloaden optie gaan hebben. Door op play te klikken kan je uiteraard ook de opname gaan bekijken. De delen links die automatisch gegenereerd zijn of die je zelf gegenereerd hebt, kan je achteraf nog ophalen. Via de opnames, als je daar het vinkje gaat aanzetten... En op i klikt, dan krijg je daar de weergave met wie het is gedeeld. Dat er op dit moment drie koppelingen zijn die toegang bieden. En daar vind ik de drie koppelingen telkens met de uitleg van wat er met welk van die koppelingen kan.